Leuk te kijken naar Hey MGM Games. Vandaag gaan wij survival doen. Oh nee, de zon gaat onder. Dan wordt het tijd om te mijnen. Oké, we gaan mijnen dus, denk ik. En als het dan weer dag is, dan gaan we... Je weet wel doen. Ja. Tunnel. Tunnel, nee, een huis bouwen. Oh. Oh nee, ik lag. Ja, ik heb last tijd niet gevoeld. Gadverd, welke tunnel bedoel je? De tunnel, toch? Je ging naar de tunnel. Welke tunnel? Vorige keer ging je naar de grote tunnel. Die tunnel. Ja, de vorige keer ging ik hierin, ja. Dat klopt. Dus daarmee, we gaan verder. Gaan we hierheen. Oh, mijn hart. 10% zo, hè. Welk niveau ligt ook weer Diamond Janik? Volgens mij Y14 of Y1. Kijk eventjes. Je boekje. Dan zet ik eventjes mijn dinges aan. Oh, wat heb ik een lag. 10 FPS maar. Ja. Oh, die torch textures zijn echt helemaal niet mooi. Niet altijd is OBS de beste. Ja, mijn laptop is ook heel oud, hè. Nou, oké, waar zitten ze? De Diamond Earth zit tussen... Grondniveau Y1 en Y15. 1 en 15. Dus zijn in dezelfde hoeveelheden als goud. 1 en 15, dus zullen we dan op 12 gaan. New cave founded! Wee! Oké, even een trap maken zodat ik ook weer omhoog kan. Wow, het zit hier echt onder de grond zwaar. Vol met deze caves. De rampzalige avonturen van Flapjack. Auw! Ah. Oh, ik heb geen eten bij me. Je hebt wel... Nee, ik zag iron. Ja, weet ik maar. Ik zoek die skeleton. Waar is die super fucking irritante skeleton? Daar dus. Wat kan deze? Heb je wel wapen? Een zwaard. Ik ben bang dat hij me weer gaat beschieten. Nee. Dan ben ik echt fucked. Ik ga wel hier even in. Eten. Vergeet ook altijd eten. Dat is echt het meest grote nadeel. Minecraft Iron Ore. En hier bij papa. Ik boog die F3 uit. Too much information for my head. Let's take him down. Let's take him back. Hier is wel hard weg. Had ik deze bal niet overleefd, denk ik. Nou, tenminste had ik door het schot
monsters. Ik heb maar nooit de monsters aangezet. Terug. Ik moet gewoon terug. Kan ik toch veilig omhoog klimmen? Mijn huis eten aan de... Oh nee, straks moet ik door zo'n boel monsters vast. Volgeslagen monsters. Er zijn veel monsters recht boven mijn hoofd. Waar is het uitgaan? Hierboven. Dat was nog niet zo ver, hè? Oppokken en heel vlug. Oh nee, loopt Minecraft vast. De creeper zeker. Ik zeg toch dat creepers niet leuk zijn. Ik weet toch dat creepers niet leuk zijn. Sta toch. Ik weet het toch. Zit hier echt recht boven me. Mijn wieg is cool. Auw! Help! Waar ga je het niet overleven? Dat denk ik ook niet. Maar ik moet wel. Je moet naar huis. I'm dead. Naar huis. Waar is huis? Waar is mijn huis? Ik ken dit gedeelte nog helemaal niet. Misschien ken ik die berg wel. Voor mij is dat het beginpunt van jouw avontuur. Oh ja, kut. Moet ik weer helemaal overnieuw beginnen. Misschien kan ik vanuit deze berg zien. Oké, moet. Ja, creepen. Ah, die zit hier. Ah, het wordt dag. Deze berg komt me wel bekend voor, alleen maar... Man, waar ben ik terechtgekomen? Eén ding weet ik wel, en dat is dat je tot nu toe weer even een nieuw huis moet bouwen. Ja. Shit, man. Ik verwacht wel dat al die monsters dood zijn zo wat. Hey, ezels, daar kan ik misschien op rijden. Het is zo lastig om te kiezen welke kant ik nou op moet. Misschien als ik mijn video terugkijk, dat ik dan weet welke kant ik op moet. Oh, shit man. Ik weet het niet. Waar ben ik? Ik denk dat ik maar hier een huisje moet gaan bouwen. Allemaal weer basic. Toch mijn grote spijt. Moet ik weer opnieuw beginnen. Waarom? Ik was zo goed. Dreef. Ja, er bestaat iets ergers. Nou, wat bestaat er nog erger dan? Waarom niet? Nee. Eigenlijk was het net. Dan je huis verliezen en al je kostbare spullen. Nou,
Jannik, je weet dat onze open to land niet werkt met elkaar. We kunnen het proberen. Jannik, dat hebben we al miljoenen keren geprobeerd. Wat? Je maakt een nieuw huis? Ja. Ja, je hebt een keuze. Niet echt. Ja, hier zijn schapen. Een bed. Het keihard weg. Dit. Als je kerel nog meer dakloos geworden. Als ik nou wat iron heb, kan ik ze scheren. Dan kan ik zo, hoef ik zo geen pijn te doen. Was ik mijn huis maar niet kwijtgeraakt. Maar ik weet niet waar de swamp is. Als ik nou een swampgebied vind. Ja, schaap. Ik weet het. Ik wil ook naar huis. Kan je wel als goede voedselpot gebruiken. Volgens mij is dit echt nog nooit gebeurd in de hele geschiedenis. Dat iemand gewoon zijn fucking huis kwijt is geraakt in een survival. Nou, mij is dit eerder gebeurd, maar... Voor mij zijn er heel veel mensen die dat is. Nou, dan heb ik weer een fucking houten kist. Of drink Marijn. Ik heb een houten kist, gefeliciteerd. Ik heb we zijn weer gewoon weggekiezen. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Yes, cool. Kan ik weer wat torsjes maken. Wat gaat dat toch slow met een hoer en pickaxe? Jannik, je gaat het toch niet over dingen hebben waar we niet mee bezig zijn. Kijk naar de video van Skybakwa op JNL.1. Hij heeft ook helemaal niks gezegd over mijn video, hè. Nee, maar het is zo saai als je als we allemaal kijkt naar het koolresultaat. Dat weet ik dus ook wel. Zeg wat lukt bij dan? Ja, weet ik niet. Wat moet ik zeggen dan? Hoe gaaf het is om... Kloten, het is om een huis kwijt te raken waar je heel veel...